Thomas, dat moet als een heerlijke overwinning voelen. Ja, 100%. Altijd beladen duel denk ik tegen Den Bosch. En nou ja, 3-1, prima overwinning. Ik denk wel dat we in de eerste helft wat afstand hadden moeten nemen. Maar nou ja, ik denk dat je hem uiteindelijk de tweede helft wel goed uitspeelt. Hey, en de bal mee naar huis, toch? Ja, lekker man. Lekker. Die had ik nog niet. Dus daar ben ik heel blij mee, ja. Hey, want die eerste, daar was nog een beetje twijfel over. Hoe, zag je die zelf al over de lijn gaan? Of? Ja, ik zag hem over de lijn gaan. Ik dacht al dat hij zat, maar ja, toen schoot Sam hem nog binnen. Dus ik dacht, nou ja, maakt niet uit in principe, weet je. Maar nou, uiteindelijk heb ik hem toch gekregen. Dus, maar ik dacht al dat hij zat. Hey, en in mijn beleving waren jullie eerste helft heer en meester. Tweede helft was het wat eerlijker verdeeld. Het wordt toch nog even spannend aan het einde. Ja, slordig. Die 3-2 mag niet meer vallen, denk ik. Zeker tegen Timan niet. En, ja, eerste helft wat ik zeg, had je het al iets makkelijker kunnen maken. Komen ze één keer voor de goal, maken ze hem af. En dan is het toch lastig als je in de rust 1-1 staat, hè, dan moet je toch komen. Nou ja, ik denk wel dat we tweede helft terecht hebben gewonnen, ondanks dat zij ook iets meer drang naar voren hadden. Maar na de 3-1 en die rode kaart dacht ik wel dat het over was, ondanks dat ze nog die 3-2 maakten. Maar... Hey, en na afloop kan je dan naast de overwinning ook nog even de periodetitel hier in Den Haag vieren? Ja, nee, zeker. Ja, er waren natuurlijk maar 100 mensen of zo in Maastricht. We zijn wel heel warm onthaald hier, dat was echt geweldig. Ja, en dan is het mooi dat je het hier nog even thuis kan vieren een week later. En, ik denk dat iedereen een groot compliment verdient bij deze club. En ook de supporters die er elke week zijn. Dus dat was mooi dat we het meteen konden vieren.